Terugsturen die handel. Oh. Oh, oh. Oké, okay, kijk uit. 1, 2, 3, 4. Hele goedemorgen. Welkom weer bij een nieuwe Kniepen Kuipers Tour. Ik heb er super veel zin in. En we zijn gewoon weer met een dikke FH16 op pad. Het is een splinternieuwe, 3 weken oud en 7300 kilometer. Ik heb hier Peter naast me staan. Goedemorgen. Ik ga je een hand geven. Goedemorgen. Heb je er zin in? Jazeker. Ja, mooie toeren. Kan jij een beetje uitleggen wat we gaan doen? Ja, dat kan ik. We gaan, de vraag is al gelaaien. Dus, dat is wel makkelijk. We gaan naar Vilvoorde, dan gaan we hem lossen. Ja. Dan gaan we hem spoelen, schoonmaken. Super. En dan gaan we in Brugge laaien. Nou, mooi rondje. Vrij simpel, maar je vertelde vanmorgen al iets dat jullie nooit heel veel adressen hebben. Zoals ik er wel eens 10 heb. Hebben jullie er maar meestal 2? 2 of 3, meer soms niet. 3. Nou ja, dat is wel lekker. Mooi rustig aan, ja. Lekker veel rijden. En ik zie nou deze, die staat nog niet omgedraaid. Nee, want het is geen ADR goed. Ah, dat is lekker, want dan mag ik ook rijden. Want vanmiddag hebben we wel ADR. Vanmiddag heb je wel ADR. Oh ja, dan mag ik dus weer niet rijden. Nu de bordjes omgekeerd zijn en er geen gevaarlijke stoffen in zitten, mag ik ook rijden. Dus we gaan zo meteen beginnen. Peter gaat eerst een stukje rijden en dan gaan we straks weer wisselen. Dus nou ja, als jij er zin in hebt en we kunnen gaan, dan... We kunnen gaan, ik ben er klaar. Gaan we er wat voor doen? Ja, kom op. Ja, we zijn onderweg en we gaan meteen over de brug richting Gent. Wij zijn net natuurlijk naar het eerste adres gereden. En had je verteld dat er nog spullen in zaten, of in ieder geval vloeistoffen. Die heb je net gelost bij de eerste klant. Dat mochten wij helaas niet filmen. En nu ga ik even invoegen. Want deze die blijft naast mij rijden, dus dat is wel handig. Hoppa, ook weer geregeld. Die eerste klant, daar mochten wij dus niet de trein op, dat was een beetje jammer. Dus nu zijn we onderweg naar de tank cleaning. Dan gaan we dus de tank helemaal schoonmaken. En als we dat gedaan hebben, dan gaan we daarna weer laden op een andere adres in Brugge. Dat klopt toch allemaal wat ik zeg? Ja, ja. Ja, een beetje administratie even aan het bijwerken. Ja, echt hoor. Prachtig. Nou ja, zodoende kan ik dus even rijden in die dikke Volvo. Alles bekleed, alles gedipt, alles gespoten, alles gedaan in die kar ook weer. Ja, het is wel dik geworden hoor. Alles licht, dus lekker ruimtelijk voel dat. Als het donker is, komt het vaak een beetje op je af. Nu is het lekker groot, lekker ruim. En de auto die is dus nu 3 weken oud en we kunnen wel even meekijken. Er staat nu 7500 kilometer op. Spiksplinternieuw. Wel echt... dik voor elkaar, mooi toeren. Zonnetje is gaan schijnen. Ik heb nog een zonnetje naast me staan en die gaat nu vertellen wat de bedoeling is. Want we staan, zoals we kunnen lezen, bij de cleaning. Waar zijn we? Bij Mervielde in Ertvelde. In Ertvelde? Ertvelde. Ja. Ertvelde. Oké, okay, we reden net alweer 2 kilometer langs de Nederlandse grens. We hebben ons er aangemeld. Ja. En dan moet je een aantal dingen opgeven. En wat zijn bijvoorbeeld de dingen die je moet opgeven? De grootte van de kamer, het product wat erin gezeten heeft. Ja. En hoeveel kamers en hoeveel slangen. En waar je wilt koud naspoelen, drogen. En dat kan je als chauffeur allemaal zelf bepalen? Of gaat er gewoon een soort van ritueel vooraf van als je dit hebt geladen, moet je dat doen? Ja, dat ligt er gewoon waar je bij het volgende product waar je moet laaien. Als je bijvoorbeeld een 33er moet laaien, dan moet je laag in temperatuur zijn. Dus dan moet je automatisch koud naspoelen. Ja, en de 33 zijn dat gewoon europellets? Of? Nee. Wat betekent 33? Dat is heel brandbaar. Oké, dat is heel ontvlambaar. Oké, nee. Ja, nee, als ik 33, dan is het gewoon een volle trailer en gas erop. Nee, maar... Dat is toevallig ook 33 plaatsen. Ja, ja, ja. Ja. Nee, maar dus het heeft er eigenlijk mee te maken wat erin gezeten heeft en wat erin gaat. Ja. En is het ook wel eens dat het voorkomt dat je hetzelfde spul moet laden en dat je gewoon niet gaat cleanen? Dat komt ook voor, ja. Oké, okay, maar 9 van de 10 keer is het ander spul. Ja. Moet je gaan cleanen en kom je dus bij zo'n cleaningstraat uit? Zoiets, ja. Oké, okay, wat is nu de bedoeling wat we gaan doen? Want we gaan zo meteen, want er staan er nog wel een paar te wachten voor ons, maar er komt ook al een rij achter ons, dus we gaan even aansluiten. Ik sluit aan en dan ga ik mijn deksels openmaken. Ja.
En dan gewoon aansluiten en dan wachten we tot we in de kliniek zijn. Oké, en daar gaan ze dus verder. Dus het is nu puur een kwestie van wachten, alvast de deksels opengooien, want anders ploft die. Of gaat het van bovenaf erin? Gaat van bovenaf erin. En bij ADR moet je je deksels altijd dicht laten, wel losdraaien. Vanwege gewoon, de dampen? Ja, gewoon dicht laten liggen. Ja, niet dat je checkie opsteekt. Nee, dat gaat niet goed kunnen. Drie grote ploffen uit die ketels en je hoeft hem helemaal niet meer te spoelen. Dan is hij ook. Hij is wel goed ontbrand dan. Ja, hij is wel schoon gebrand. Dan stap ik gelijk 2 meter verderop. En ik heb gesnor met onder mijn neus zitten. Laten we gaan aansluiten. Wachten we tot we aan de beurt zijn en dan ga je het verder uitleggen. Komt goed, man. Top, man. Bonne vie? Ja. Oké. Nu is dat rek dus naar beneden. Die meneer die hem gaat wassen, die staat hier boven. Dit rek was net omhoog, want dan kan de vrachtwagen erin rijden. Dus voor de veiligheid laat ze hem zakken. Dan kan hij dus overheen lopen. En daar kwam nog een biels naar beneden. Ik zou eerlijk zeggen, ik heb geen idee wat er gaat gebeuren. Hoppa! Nou, schitterend. Alle 4 de gaten zijn dus nu gevuld. We gaan even naar die meneer toe om te vragen wat we nu moeten doen. In ieder geval weg hier voordat die dingen omhoog schieten. Het hele proces is nu aan de gang. Wat zit er nu bovenop? Hoe noem je dat? Dat zijn spoelkoppen. En wat doet die precies? Want ik zie af en toe wel verpop, verpop. Die gaat door de waterkracht, draait die in de rondte. Ja. En daardoor raakt hij de hele binnenkant van de tank. En daar voegen ze dan water, warm water, zeep. Oké, okay, het zit eigenlijk maar zo'n stukje erin, maar die kan dan zo'n heel compartiment goed schoonmaken. Ja. Ook, nou ja, dat is spat zuiver. Ik denk, er gaat zo'n hele machine in, heel lang. Ik zie hier ook nog 2 slangen uitkomen met een beetje melkachtige substantie. Dat is de zeep. Dat is de zeep die er dus ingespoten wordt. Ja. En je gooit dus 2 kanten open en dat gaat er dan meteen weer uit. Ja. Er stond op het formulier 4 minuten koud water. Ja, dat weet ik niet. Dat regelen ze hier allemaal. Hè? Oh. Dat is dan gaan we het daar verder ook niet over hebben. Kijk, er zit hier nou water op met een heel apart koppie. En die meneer die kan die... Ja, laat hem er maar doorheen en dan erachter lopen, want anders word je nat hoor. En hij zuigt dus die slangen zelf in, spoelt hij die hele slang en dan komt hij er hier vanzelf weer uit. Echt ideaal systeem. Hier, kijk, daar komt hij. Door de druk van het water trekt hij hem er doorheen. Want anders kan je nooit de slangen erheen krijgen, of met hoge druk. Dus omdat die sproeikoppen die kant op staan, gaat hij zo er doorheen en dan kan je hem weer terugtrekken. Hele slang schoon. Echt alles, van deksel tot bovenop, tot slangen die Peter nu aan het opruimen is. Of tot van U-bochtjes tot kleine deksels is aan de onderkant. Overal waar het oude product tegenaan gezeten heeft, dat wordt allemaal schoongemaakt. Dus dan komt het echt, die tank die komt er echt brandschoon uit. Dan kan het volgende product helemaal schoon geladen worden. Ik ben ook benieuwd trouwens of die gedroogd wordt. Maar dan gaan we wel even vragen aan Peter. Nu is alles natuurlijk zeiknat. Ja. Maar wordt er zoals de tank zelf nog gedroogd? Ja. Oh ja? Eigenlijk drogen ze, dat zijn die gele slangen. Oh. Dat gaat zo nog toch gebeuren? Ja, haalt hij hem eruit. Ja. En dan gaat hij met die slangen erin blazen, ze blijven de lucht in. Oh, super. Het duurt een minuutje of 10 minuten. Dus ik kan ook, maar als ik nou hier op beneden ga staan, kan ik mijn haar nog even veunen. Eigenlijk het wel. Zo.
Zwaar hoor. Nou ja, het werkt hetzelfde, maar dan die andere knop. Zo, kijk, je kan nog zien hè, de hitte. Hoe warm. Zo. Kijk, dit is dus zo'n kop. Dit gedeelte, nou ik denk een 80, 90 centimeter zit dus in de tank. Dit gaat dus allemaal ronddraaien en hier zit er zo bizar veel druk op. Dat hij dus die hele tank kan cleanen en warmte met sop. Net wat je wil. Maar ja, je ziet al die tandwielen, dus ik moest hem ook van hem voorzichtig in doen. Want hier komt dus dat water eruit en die kop draait dus zo rond en zo rond. Nou, geinig. De koppen zijn er allemaal uit. Koppen tellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Die staan boven. En nou 4 luchtslangen erin. Freek Vonk 2.0 hier. Ik ben heel... Zover? Ja, ja. Dit is een gele anaconda met lucht. Zal die man er even langs laten. Dit is dus wat Peter net uitlegde. Hier komt zometeen warme lucht op te staan. Kijk, hij dampt nu nog helemaal na. Alles is terug zeiknat. Maar als je een ander product wil gaan laden, die tank is nog zeiknat, kan ik me voorstellen dat de klant daar niet heel blij van wordt. Dus zometeen komt hier een bak lucht op. En dan gaan we hem helemaal schoonblazen. Peter, we zijn klaar toch? We zijn klaar, het spoelen is die klaar. We gaan hem nu controleren of die schoon is, of er geen vuil meer in zit. Of er hier of daar nog waterdruppeltjes hangen. Oké, kijk uit, bijna is stokwijd. Nee, dat gaat niet. En dan doe ik die even met de doek weghalen. Oké, wat zeg je altijd? Vertrouwen is goed, maar controleren is beter. Ja. Ons Petertje. Ja, kunt goed melken. Allee, hè? Nou ja, controleer jij hem even. Moet je eigenlijk met een wit doekje doen, hè? En als er wat op zit, terugsturen die handel. In Ertvelden zijn we dus nu helemaal klaar. De tank is gereinigd, gedroogd, gecontroleerd. Peter, jij hebt dus een certificaat gekregen dat die dus gecleaned is. Dus die kan je bij de volgende klant laten zien als je moet laden. Van kijk, alsjeblieft, hij is gereinigd. Ja. We kunnen laden. Kunnen ze ook gelijk aan het product zien of het hun product er overheen mag. Ja. Sommigen die willen dat niet hebben, dan moet het een ander voorproduct zijn. Maar daar hebben we nu geen last mee, dus we kunnen nu gewoon gaan laden. Super. Nou, dan gaan wij lekker toeren naar Brugge. Dan gaan we hem volgooien en dan kan ik helaas niet meer rijden. Nou, laten we dat doen. Laten we die kant op gaan en dan kunnen we weer richting Nederland. We staan in Brugge op het laadadres, maar voor de veiligheid gaan we eerst even dit doen. Oké, nu sta ik helemaal in de kleding. Peter, kom erbij. Want we komen hier aan. We gingen netjes op de weegbrug. Maar iedereen denkt altijd dat het allemaal soepeltjes loopt in de video. Dat er nooit iets fout gaat, dat er nooit iets valt. Maar wat is het geval? We hebben dus ons gewogen en er is ergens in de administratie, de geeft niet waar het is gebeurd, is het dus fout gegaan. En mag je eigenlijk morgenmiddag hier om 3 uur pas laden? 1 uur. 1 uur? Ja. Dus dat wordt een lang nachtje. Nou, dat denk ik toch niet. Dus we staan hier eigenlijk voor niks. Wat is nu het plan? Ja, we hebben gebeld en we gaan nu ergens anders laden. Top, en waar is dat? In Sassenheim. Mooi. Wij gaan dus er hier weer vandoor. We gaan een dikke foto van jullie schieten. En dan zien we jullie in Sassenheim. Ja. Akkoord. Wij als duo mochten niet laden in Brugge, dus we zijn naar Sas
van Gent gereden. Aangekomen hier in Sassenheim. We hebben ons gemeld bij de portier. Nu net gemeld bij de vrouw waar we de papieren krijgen om dan vervolgens weer te kunnen laden. Onder zo'n grote brug. Peter, wat ga je nu doen? Want er zijn nogal wat regeltjes aan. We hadden het vanmorgen al een beetje opgenoemd. Er moeten nu nummertjes op. Nummertjes op van de klasse en van het nummer van het product. Oké, die heb jij hier allemaal liggen? Die heb ik hier allemaal zitten. Ah, die heb je allemaal keurig op volgorde liggen, zie ik. En deze hier op de voorkant, die is nou weer net anders dan die op de zijkant. Want daar steek je die grote borden in. Dus waar is dit dan voor? Omdat ik maar één product laai, ja? Hoef je alleen maar de voor- en de achterkant. Oh, dus er komt niks aan de zijkant? Als, aan de zijkant komen alleen de gevarenbordjes. Waarvoor het slecht is of zo? Ja. Oké. En nou ja, plaats het maar. Wat is nu het bovenste cijfer? Het bovenste cijfer. 80. 80, dat is bijtend. En dit is de code van het product, die aluminium sulfaat hebben. Oké. Klasse 8 is bijtend. Ja. Klasse 6 is giftig. Klasse 3 is brandbaar. En dan dit staat gewoon voor het aluminium? Dit is gewoon voor het product. En okay. Dit is de klasse waar het in ingedeeld is. Oké, okay, dus brandbaar of giftig. Ik blijf lekker op afstand. Met 80, daar wil ik niks mee te maken hebben. Als daar ook categorie zoutzuur onder valt, ja. Dan... bijten. Dikke pet doen. Peter heeft aan de andere kant de borden erin gehangen. Ik mag ze aan deze kant even doen. Kijk, dat is mooi. Komt dat inderdaad weer overeen. Dit is dus nu 8, bijtend. Deze zit er ook in. Nu hangt dus de hele trailer en de auto vol met de goede bordjes en dan mag je pas gaan laden. Oké, ik mag er niet te dichtbij in de buurt komen, dus ik heb daarboven ook niet gestaan. Maar we hoeven niet een volle wagen te laden. Dus daarom zit het bordje ook. Het staat nu net achter de paal met de 8 en bijtend. En met de 8 aan de achterkant met het bijtende logootje. Alleen het voorste compartiment is geladen. En de achterste, die wordt nu geladen. Want we hoeven maar 22 kuub te laden. En dan heb je genoeg aan de voorste en de achterste. Dus laten we de middelste leeg, want anders moet je er ook weer 3 reinigen. Als je zo meteen klaar bent. En dan moet je ook weer uit 3 compartimenten moet je lossen. Dus het makkelijke is dan om de voorste en de achterste te laden. Daar hebben we genoeg aan. Dus nu wordt die bovenste hier volgegooid. Dan gaat dus een soort van, eigenlijk als het ware, weer zo'n soort van pen in. Met een koker. Dat is zo, dat het wat dieper erin valt. Dus dat het niet eroverheen spettert. En dan kunnen ze er ook weer een emmer onder maken. Op het moment dat hij eruit gaat, dat het niet over de wagen heen druppelt. Dus die wordt nu volgeladen. Het gaat best wel vrij vlot, want die voorste zat ook snel vol. Nu de achterste, dat compartiment is even groter. Zal iets langer duren. Dus al met al is best wel snel geladen. Voor- en de achterkant erin en vol blaffen die handel. Dan hebben we alle bordjes hebben we er al op gedaan. Dus zometeen is de bovenkant dichtgooien en is het klaar. Dan kunnen we terugrijden. Peter, jij gaat deze morgenochtend lossen. Ja. Dus dan zit de dag voor vandaag er bijna op. Dan gaan we alleen nog een dikke foto schieten. En dan hebben we het gehad. Hartstikke mooi. De dag zit er bijna op. De zon is aan het ondergaan. We hebben de wagen nog even op een spatzuiver mooi plekje voor een oud gebouw neergezet om een dikke foto te maken. Maar voordat we de video helemaal gaan afsluiten, hebben we nog een mededeling. Want we stonden vanmiddag natuurlijk bij een tankcleaning om de binnenkant van de wagen schoon te maken. Maar Van Ziel gaat nu zelf ook een tankcleaning beginnen. En dat is op het knooppunt A2-A15 bij Deil dus. Maar ze zitten in Geldermalsen. Dat wordt een super deluxe tankcleaning met van alles erop en eraan. Maar daar weet jij dan waarschijnlijk veel meer over te vertellen. Want wat gaan ze er allemaal doen? Ze gaan... chemische auto's reinigen, ja. Feet en voet. Ja. En ja, voor chauffeurs komt een soort gezellige huiskamer, zeg maar, met douches en... Echt waar, alles erop en eraan, ja. Voor chauffeurs die de hele week weg zijn, ja, alles kan daar geregeld worden. Daar wordt alles geregeld. Ah, dat is wel spatzuiver. Als het goed is, is het tweede kwartaal van 2024 is klaar. En dan kunnen jullie lekker bij je eigen tankcleaning wassen. Cleanen en douchen. En douchen. Jezelf cleanen
en de wagen clean aan de binnenkant. Dan komt het nog eens een keer goed. Ja, hou hem heel die dikke FH16, want ik vind het een schitterende kar. Schitterend eigenlijk. Nou, de rest mij niet meer dan deze video af te sluiten. Ik hoop dat jullie er ook van genoten hebben. Ondanks dat het niet altijd soepeltjes liep, hebben we wel ons best op gedaan. Bedankt, tot de volgende keer bij een nieuwe Kniepie Kniepie Kuipers on Tour. Wat zeggen we dan in de Veluwe, Betuwe? Houdoe. Houdoe ook? Dat was al. We staan in Brugge op het laadadres, maar voor de veiligheid gaan we eerst even dit doen. Oh.